Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Vooraf hadden we ervoor getekend voor een gelijkspel, voor een puntje hier thuis tegen Feyenoord. Maar ja, voelt het achteraf dan toch niet een klein beetje zuur? Dan denk ik dat je puur naar de kansen kijkt. Ik denk wel dat het een wedstrijd was met twee helften, twee gezichten. De eerste helft hadden we het super moeilijk, zowel met bal als zonder bal. We hebben wel hard gevochten, moet ik eerlijk zeggen. De tweede helft waren veel beter. En hebben ook goede kansen gecreëerd, twee keer de paal geraakt. Ja, dat moet ook een beetje meezitten in de eindfase, dat hij niet goed valt bij hun en bij ons wel. Uiteindelijk denk ik dat een punt, gezien het spelbeeld wel terecht is, maar het gevoel is natuurlijk net iets anders. Ik baal er wel van inderdaad. Ja, we spelen denk ik als team gewoon, echt als collectief spelen we heel goed. De energie die we brengen is top. En als je tegen een club als Feyenoord het zo goed doet en de verdediging stond ook super. Ik heb weinig in actie hoeven komen dat het dan een zomermensje het uiteindelijk een gelijkspel opleeft. Dus ja, vervelend. Hij stond vandaag weer onder de lat. Robin Roefs naar zijn blessure. Kiepte een goede wedstrijd. Maar ja, die 1-1. Wat gebeurde daar? Ja, ik geloof dat Hajj Moussa, die gaf hem denk ik strak met zijn rechter voor. En ik wil hem onderhands pakken en dat is de verkeerde keuze. Denk ik, ik had er gewoon op moeten duiken en ik verwerk hem daar niet goed. Recht in de voeten van de tegenstander. Ja, het bleef een beetje hangen inderdaad en dan een beetje grabbelkool, hè, viel hij erin. Ja, volgens mij stond hij, ik verwerk hem precies in die voeten van, ik weet zelf niet wie het is. En dat was een goal. Voor de rest, uitstekend gekiept toch? Ja, nee zeker. Voor de rest, de eerste 85 of 87 minuten waren goed, denk ik. Twee keer goed reddend op kunnen treden. En uiteindelijk moet je 90, 95 minuten moet je het volhouden. En dat is niet gelukt vandaag. Ik heb ook met tijden ook af en toe wel genoten van wat aanvallen. Ik kan me voorstellen, jij ook. Ja, nee, maar weet je, dat zei ik net binnen ook. Als je dan de eerste helft sta je voor. Dat geeft natuurlijk een goed gevoel, maar wat we daar brachten niet. En de tweede helft wel. En ik denk de wissels, Lasse, maar ook Sammy later en Bajar gaven ons ook weer elan, gaven ons ook frisheid weer in het aanvallen. Dus dat is heel positief. En ja, inderdaad, waren een paar geweldige aanvallen. Alleen het ontbrak aan het laatste stuk. Brian Brera uitgeroepen nog tot man of the match. Terecht ook wel, hè? Speelde een goede pot. Ja, goed. En hij geeft ook energie aan het elftal. Ik denk dat er meer rijp waren voor die titel vandaag. Maar voor hem wel terecht. Als je ziet hoe hij duelleert. Maar ook aan de bal vooruit. Doet hij de goede dingen. Dus mooi voor hem. Goed, naast dat je op het laatste moment nog de drie punten weggeeft. En het moet doen met een gelijkspel. Vielen er ook nog een aantal spelers geblesseerd uit. Dirk Proper, schouderblessure. We zagen Brian Pereira uitvallen. We zagen Robert uitvallen. Hoe is het met ze? Dirk viel uit met zijn schouder uit de kom, gewoon ongelukkig. Nou, Robert en Brian waren contactblessures, dat valt wel mee. Maar ik heb wel gezien in de tweede helft dat we ook eens de duels pakten. En ook eens gewoon een overtreding maakten, Eunal waar het moet. En dat hoort ook bij voetbal. Nou, voor Dirk is het wel kloten, want dat is voor volgende week denk ik te kort dag. En de rest zal er volgende week wel weer zijn. Dit schept wel vertrouwen richting NAC volgende week. Ja, zeker. Richting de komende periode dus heb ik gewoon heel veel vertrouwen. We wisten natuurlijk dat we een moeilijk begin hadden. En dat er een aantal topclubs, dat we die gingen krijgen. En nu hopelijk richting een periode waar we veel punten gaan pakken. Goed, het was hem dan vanuit de Goffert. Een gelijkspel tegen Feyenoord. Maandag zijn we er weer met de podcast in ieder geval weer. Kun je weer luisteren. Gaan we zeker napraten over deze wedstrijd. En volgende week natuurlijk ook weer een nieuwe NEC-update. Ik zeg graag tot dan. Hey.